Hi mensen, welkom bij RZ Plays. Vandaag doen we Call of Duty. Dit is de allereerste keer dat ik persoonlijk een Call of Duty game ga spelen. En dan ook nog eens gelijk de allereerste Call of Duty game ooit. Uit maar liefst het jaar 2003. We gaan gewoon de story mode spelen, geen multiplayer of zo. Daar is het allemaal veel te oud voor. Het eerste wat me opvalt, deze muziek. Eerlijk, dit is echt... We gaan gewoon een nieuw game doen en we zullen wel zien waar we in terechtkomen. Oh, skill level moeten we gelijk gaan kiezen. Ik ben ook weer niet zo slecht dat ik op de allereerste moet, denk ik. Dus we gaan gewoon deze spelen. 1942, dus het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat dit een soort van dagboekje is van de persoon als wie we spelen. Click to start mission, nou dat doen we dan maar even. Camp Tocoa. USA. Ah, kijk. You're on the obstacle course and doing weapons training today. Use your mouse to look at the 5 large signs. Okay. Use grenades to flush out hard points. Move together. Oh, links onderin staat ook object. Moeilijk woord. Objectives updated. Move together as a team. Okay. Zijn dit aanwijzingen of zo voor wat ik moet gaan doen in de game? Granaten gebruiken. Samen verplaatsen als team. Cover to cover. Wat staat er? Ik kan niet goed lezen. Always reload before going into battle. And suppress then flank. Het is in het Engels, mensen. Dus als jullie het niet begrijpen... Ja, sorry. Oké, we hebben links onderin een kompas staan. En daar staat dus een sterretje op. En daar moeten we dan naartoe, denk ik. Oh, hij is geüpdate. Press tab to check your current objective. Oké. Ah, kijk. Open the gate to the obstacle course. Is dat dan deze? Ja hoor. Oh, we moeten gelijk beginnen. C to crouch. Daar moeten we dus onderdoor. Space to stand up. En space om te springen. Oké, ja, dat is logisch. Control om zo te gaan kruipen. Oké, de controls lijken me redelijk voor de hand liggend. Dus daar zijn geen problemen mee. Oh, waarom schiet die? Moeten we hier over die hoge muur heen klimmen? To climb a ladder, move forward into the ladder and look up. Nou, dat hebben we al gedaan. Links onderin zien we een nieuwe objective. Ik denk dat we dan hierheen moeten. Ah, hallo. Yes. To pick up a weapon, look at it and press use F. Oké. Ah, links onderin is het weer gehighlight. En hier liggen wapens. Kijk. Hit the target 6 times. Kijk. Een target. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Nog meer? Pick up both carbines. Hit the target a total of 12 times. Oh, nou oké. We hebben er dan nu al 6. En dan doen we nu... Nog 6, ja. En er is weer een nieuwe gehighlight. En pakken we deze dan maar op, denk ik. Oh, kijk, dit is een verdere target. En die moeten we 2 keer, zie ik. 2 keer raken. Dat is 1. En dat is 2. While aiming down your sight. Press right mouse. Then press right mouse a second time. Wat? Wat moet ik nu gewoon zo schieten? Dat is 1. 2. Toch? Of was die mis? Yes, gehaald. Oké, we gaan naar de volgende. 10 keer schieten. Oh, deze gaat redelijk rap. Shift to do a melee attack. Shift. Oh, kijk. Als je dichtbij staat, dan kan je zo je tegenstander hitten. Oh, granaten. Nice. Into each window and door. Aha, oké, dat zijn denk ik dan windows. Oh, dat was te laag. Oh, ik stond iets te dichtbij, denk ik. Oké, iets hoger dit keer. Ja hoor, niet te dichtbij staan. Was die raak? Ik denk het. Oké, dan pakken we dat raam. In één keer raak. En dan pakken we de deur. Yes. Als het goed is, is het nu gehaald. Ja hoor, objective completed. Oké, we gaan naar de volgende ster op de kompas. Dat is hier zo. Moeten we hier... Oh, kijk, we moeten wat oppakken. Explosives. En dan naar de volgende ster is denk ik dit muurtje. Press F to plant the explosives. Oké. Met F gaat hij dus... Oh shit, ik moet nu rennen zeker. Dan gaat hij nu de lucht in, of niet? Ja, nice. Oké, thank you. Nou, dan gaan we maar door dit poortje.
En dan gaan we naar de volgende. Click to start the mission. Oké. Okay. Ik denk dat we nu voor het echi gaan. Operation Overlord. Operation Overlord. Ah, kijk, we hebben weer een mooie dagboekje hier zo. Het is nu 5 juni 1944. In about 3 hours, I will be in Normandy. Frankrijk is dat volgens mij. I'll be landing ahead of the main airborne force. The Pathfinders land before the main force and place beacons on the landing fields to guide the rest of the pilots and paratroopers in. We gaan de eerste missie in. En we zullen zien hoe het gaat. Outskirts of Saint Mir. Het was te snel om te kunnen lezen. Oké, okay, we zijn geland met een parachute zo te zien. Uit het vliegtuig. Daar ging die volgens mij net. En we gaan gewoon richting. Oh, even tab ingedrukt houden. Link off with Sergeant Heath. Dat zal deze manier misschien wel zijn. Oh nee! Oh! Dat was geen aardige manier. Oké. Okay. Dat weten we dan nu even. Nou, we landen gewoon lekker opnieuw. Niks aan de hand. Nu weten we dus, die man moeten we neerschieten. Die hoort niet bij ons. Oké. Okay. Door zijn hoofd knallen. Lekker hoor. Oké, okay, we lopen richting de ster. Link off with Sergeant Heat. Ja. Oh, is dat hem? Dat zou niet best zijn. Is dit een van ons of wat is dit? Ik heb geen idee. Pick up the leg bag. Oké, okay, ik weet niet wat het is, maar het zal wel. We lopen door naar de ster. Volgens mij hoor ik Duits gepraat. Ja. Ze praten Duits. Nou, die schieten we maar door het hoofd. Is er nog één? Ja. Oké. Okay. Zijn er meer? Hier zo zit er niet één. Nou, oké. Okay. We lopen door naar de ster. Oh, er staat daar iets. Radio beacon. Oké. Okay. We lopen daar naar de volgende. Wat moet ik hier doen? Defend the drop zone. Oh, we moeten gewoon hier zo gaan defenden of zo. Oh, kijk. Hier komen denk ik meer van onze mannen aan. Uit de lucht. En die moet ik gaan helpen dan. Oh, ze lopen allemaal hierheen. Yo, what's up, man? Ik speel Call of Duty. Oké. Als ik hier zo blijf staan, dan kan ik natuurlijk nergens bij. Dus ik ga iets meer naar voren. Ik denk dat ze dit huis al hebben gefixt. Niet deze nog. Daar zit er eentje. Oh, die is opgeblazen. Nou, we volgen de rest wel gewoon. Die zullen vast wel weten hoe het moet. Oh, er wordt geschoten ergens vandaan. Oh, daar binnen zit er een. Even reloaden. Use grenades. Press 4 to clear out rooms. Oké. Okay. Moeten we daar zo heen gooien? Ik denk het. Oké, okay, we kunnen doorlopen, denk ik. We volgen gewoon de rest, want die zullen heus wel weten wat ze aan het doen zijn. Daar stond er eentje, maar die hebben ze al neergeknald. Oh, snel naar binnen. Ah! Een van mijn mannen is neer. Een van mijn mannen is neer. Ah! Waar komt dat vandaan? Mannen, help mij. Boven. Ah ja hoor, het zijn er twee ook nog eens. Die speuken. Van buiten worden er ook geschoten. Op mij. Oh. Zo. Ik vloog er even eentje. Zo. Hier iemand. Hallo. Nou, die hoort bij mij. Nou, goed. Dan gaan we maar met hun mee. Ja hoor. Eerlijk. Van het spel uit 2003 vind ik dit nog best wel netjes eruit zien. Niet verkeerd. Oh. We gaan gewoon verder. D-Day. Nobody seems to have dropped where they were supposed to. Oh. I've hooked up with some of the guys from Baker Company. What a mess. Oh, het gaat dus niet goed. Het gaat dus niet hoe het bedoeld was. Maar het zal vast wel nog goed gaan. Saint-Mer, Engels, France. Ja, we zijn dus in Frankrijk. Maar dat was mij al duidelijk. Oké, okay, moet ik hierheen? Oh, kijk. Mijn mannen zitten hier al op mij te wachten. Gaan lopen. Zo. Daar is een aardig slagveld zo te zien. Sommigen gaan al helemaal liggen. Ah! Ze worden beschoten. Oké. Okay. Waar komt het vandaan? Kijk. Daar. Wordt niet volgens mij geschoten. Daarboven zitten wat. Hoor dan, jongens. Dit brengt je toch helemaal in de. In de scene. Eerlijk, je gaat wel echt erin zitten gewoon als je dit speelt.
Oké. Moeten we deze gebouw... Oh. Weg hier. Deze gebouw moeten we denk ik leeghalen. Ik heb daar misschien wel een ideetje voor. Hoppa. Was die gelukt? Nee. Nou, dan gooien we iets hoger. Ging die er door? Ja hoor. Oh, daar zat er eentje nog. Oh, daarboven ook. Is die nu neer? Ik denk het. Wat is de objective? Destroy the Flakpanzer anti-aircraft tanks. 3 remaining. Oké, we moeten dus 3 tanks kapot gaan maken, denk ik. Nou, misschien kunnen we hier wel onderdoor. Ja. Gaan ze nu met me mee? Ja hoor. Oké. Iedereen staat hier mooi op een rijtje. Ah! Dat zijn Duitsers. Zijn er nog meer of niet? Oh, we worden gelijk beschoten. Oké. Daar is er eentje. Reload snel. Oké, fixed. Thanks bro. Oh shit. Dat is een vrij grote... Zal ik gewoon een granaat gebruiken? Zo. Ja hoor. Raak. Oké. Moeten we nu dit huis... Oh! Dat was misschien niet heel slim om over die muur heen te springen. Oh, moeten we nu weer dat ding gaan kapotmaken? Zo. Snel gooien en bukken. Yes, oké. Nu moeten we dus goed opletten. Want hier... Oh, ik zie er daar al eentje in de... In het raam. Daar loopt er eentje. Oh, die is al neer. In het raam. Hij zit daar nog steeds te koekloeren. Even reloaden. Zo. Daar zo. Oh. Haha, die hebben we. Ja hoor, die hebben we ook. Zit er daar nog een? Oh, daar loopt er eentje. Die zit nu achter dat muurtje daar. En daar is nog een. Come on. Ja, hebbes. Zitten er nog meer of wat? Nee, we gaan erop af. Duidelijk. Kijk hoe grappig ze lopen. Ah, daar staat er nog eentje. Nou, die is neer. Die is neer. Waar is die gast? Oh, hij is neer. Nou, kom op. Ah, we gaan al. Dat scheelt. Oh, er komen er nu weer even een aantal om de hoek. Daar ligt er eentje. Dat was niet slim. Er gaat er net eentje een muurtje achter. Maar, oh. Ja, heb je al. Oh, ik ben bijna neer, gast. Heb ik een... iets om te healen, of niet? Ik denk het niet. Shit. Als ik nog één hit pak, dan ben ik denk ik neer. Ik ga gewoon achter deze guy zitten. Oh nee! Ik ben daadwerkelijk neer. Shit. Oké, waar respawnen we? Oké. Dat is te doen. Niet te veel hits pakken. Oké, hier moet ik dus goed opletten. Ja, nu wordt het weer hectiek. Ah, ik word beschoten ook al ben ik die achter een muurtje. Oké. Is die al neer? Die daar zo zat? Nee, daar is die. Oké, nu is die wel neer. Kan ik daarbij komen? Heb ik hem? Ja, oké. Let's go. Ah! Daar is iemand.
schiet jou neer, vriend. Oh nee, dat wil ik niet. Ik wil wel mijn eigen shit houden. Met kit? Oké, nu ben ik weer 100%. Oké, my dudes, my dudes. In de deuropening, dat is niet zo slim van hem. Daar komt er eentje aanlopen. Nou, die is neer. Oké, moeten we hier binnen? Ik denk het. Oh, dit is denk ik zo'n tank. Nou, we schieten dus allemaal maar neer. Oh, er zit er nog eentje op, niet? Ja. Nou, die zijn er ook neer. Die moeten we even neerschieten. Zo. Kunnen we nu bij die tank komen, of niet? Oh nee, daarachter zit nog een dingetje. Kunnen we hier overheen springen? Nee. Moeten we hier helemaal langs? Ja. Oké, waar is die guy? Ah, ik word aardig geschoten. Ja, erop af. Ah, we moeten explosief plaatsen. Nou, nu rennen. En dan gaat hij de lucht in. Yes, kijk aan. Ja, verplaatsen. Oké. Stay low. Nou, dat doen we dan ook maar even. En hier is nog zo'n tank, denk ik. Ja, zeker. Als eerste kunnen die wel even de lucht in vasten. Laat je hoofd zien dan. Had ik hem? Had ik hem van zover? Ik weet niet, ik kon niet goed zien. Daar is er één. Oh, daar loopt er ook nog eentje. Ja, die heb ik. Had ik hem? Ik kon niet goed zien. Ik zit ook een beetje voorover gebogen. Waren dat ze of niet? Cover me, ja. Cover mezelf wel even, ja. Ja, moet ik erheen of wat? Oh, als er nu weer eentje hier... Ja hoor. Zo. Ah, kijk. Oké, rennen, rennen, rennen. Yes, let's go. Oké, waar gaan we langs? Oh, hierheen. Bro, waar staan jullie naar te kijken? Kom meelopen of zo. Kom, kom mee. We moeten er samen op af, hè. Vergeet dat niet. Ah! Hé, hey, vrienden, kom mij helpen. Ja, ik wou net zeggen. Kom on. Ja, heb ik neer. Ja, gaat neer. Ja, zie je wel. Oh, daar zit er ook nog een, joh. Zo. Volgens mij kunnen we al. Ja. Oké, daar... Ja, oké, die hebben we. Daar. Daar zit er een. Oh, daar is er een, joh. Oké, die is neer. Ja, geplaatst. Come on, dit is de laatste, toch? Let's go. Debrief with Captain Foley at the crossroads. Nou, ik heb zo'n gevoel dat er misschien nog wel gasten gaan komen. Security area. Oké, we hebben dus nog maar één klein stadje gehad van een hele land vol oorlog. Dus hij zegt er is nog veel te gaan, maar het is een begin. Hi, good work. Let's go mensen. Dat was het dan voor vandaag. Mensen, vonden jullie dit leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Willen jullie nou dat ik verder ga hiermee? Dat kan, laat het dan weten in de reacties. En wie weet maak ik gewoon een serie hiervan en speel ik deze hele game uit. Misschien ga ik wel naar de volgende game. Je weet het maar nooit. Als jullie het leuk vinden, laat het dan zeker weten. Want dan ga ik gewoon verder mee. Want ik vond het leuk in ieder geval. Dus ik hoop jullie ook. Mensen, ik hoop jullie volgende keer weer terug te zien. Joejoe.